wij zijn heel trots op onze nieuwe showrooms. We zijn begonnen met twee hele luxe, mooie verlichting erboven. En we zijn van plan om dat in het hele pand uit te gaan breiden. We zetten op deze manier Gassen als merk in de markt. Wij zijn heel blij om te laten zien weer de nieuwe Rodrigo Otazu collectie. Hij heeft weer enorm zijn best gedaan en ja, het ziet er weer prachtig uit. Hij heeft veel gewerkt met zwarte diamant, met briolet diamant, heel mooi. Rosé goud, dat is momenteel heel erg en vogue. En dan heeft hij verschillende ringen waar je op verschillende momenten van de dag gebruik van kunt maken. Zo'n hele grote steen, daar ga je dus niet de boodschappen mee doen bij Albert Heijn. Dus die steen, zeg maar, die ring, die laat je eruit. En je doet de twee simpele banden om met een kleine steen als je je boodschappen doet. Dan heb je 's middags een mooie receptie. Dan denk je, nou, dan mag het best ietsje meer. Dan doen we er een mooie ring bij en dan hebben we 's avonds dat mooie feest en dan doen we ze allemaal bij elkaar en dan heb je deze mooie look. Alle merken komen dus met al hun nieuwe dingen, dus de dingen die je daar ziet, die zie je niet in de winkel, want de merken nemen hun speciale stukken mee. Dat is het leuke ervan. Diamonds never lie to me. Net als op de fabriek hebben wij ook op Schiphol de nieuwe uitstraling van Gas & Diamonds. Dat is onze nieuwe look die we wereldwijd willen gaan lanceren. Dat betekent dat wij ook in onze vestiging op Heathrow deze door zullen voeren. En vanaf januari gaan we open op de luchthaven van Singapore. En ook daar zullen wij in de toekomst dit beeld gaan laten zien. De highlights in deze winkel zijn uiteindelijk toch de nieuwe look die wij voeren. De Gassen 121 die daar gevoerd wordt. En dat zijn natuurlijk ook de verschillende merken shops die wij hier hebben. Wij zijn inderdaad, net als Gas & Diamonds, samen met Amsterdam Diamond Center weer van de partij op wat wel het event van het jaar genoemd mag worden. Zoals u van ons gewend bent, zijn we daar weer met betoonaangevende merken aanwezig. Een merk als Rolex, maar ook merken als Cartier, Panerai, nieuwkomer Richard Mille, Ebel met een geweldig nieuw exemplaar in rosé goud. En een merk als Corum, wat terug is van weg geweest. Buiten dit soort neusjes van de zalm hebben we natuurlijk nog een heleboel andere spectaculaire dingen. Elk merk doet wederom elk jaar weer zijn best om met de nouveautés van dat jaar op de proppen te komen om een en ander mensen te verrassen.